Nou, het is hier een gekkenhuis bij LG. Ontzettend veel mensen, want na Samsung is dit eigenlijk wel weer de grote sensatie. Een hele goede phone, maar het leuke, hè, met een supersnelle camera en een prachtige beeld. Maar dit is echt heel leuk. Deze camera heeft vrienden. Dus we hebben hier deze LG 5, die er mooi uitziet. Prima. Maar je kunt dit nu vervangen. Een stukje kun je vervangen door bijvoorbeeld dit ding. En dit is een extra camera. Een betere camera met een ingebouwde extra batterij. Hou even vast, Ben. Kijk, ik kan deze eruit halen. Zo, de batterij. Hé, een vervangbare batterij. Ik kan die losmaken. En dan heb ik een ander stukje. Deze is veel dikker. En wat heb ik dan? Ik stop de batterij terug erin. Zo. En ik stop hem nu terug in de LG 5. Hop. Hop. Zo. En wat heb ik nu? Nu heb ik eigenlijk een telefoon geoptimaliseerd voor camera. Dit is making the shots. Dit is zoom in en zoom out. Dit is voorwaarts en achterwaarts. En ik kan kiezen tussen video. Dus je hebt nu gewoon een veel betere camera en extra batterij. En ik kan daar gewoon. En ik kan hier nu gewoon. Bam, foto. Ja, en die extra batterij die video. Is met videofilmpjes maken. En die extra batterij is heel handig om video's te maken. Maar ik maak het nu in een ideale camera. En dan heb ik ook nog een blokje om muziek veel beter te luisteren. Dat is het BSO-blokje. Dan heb je opeens een extra geluidsuitgang die van veel hogere kwaliteit is dan de uitgang die er normaal op zit. Dan gaan we even kijken. Ik ga eerst even zelf luisteren. Nou, dat is een heerlijk geluid. Ben, wat vind jij van dit geluid als je dit zo hoort? Ja, goed geluid, absoluut. En iedereen kan dit soort blokjes maken. Dus dat is wel het modulair maken van een camera. Dat is wel leuk. Absoluut. Mooie ontwikkeling die LG hiermee laat zien. Ja. Beetje Lego idee, hè? Dat je... Heerlijk, een Lego telefoon. En nou is hij weer normaal. Dus de LG 5 vindt iedereen hier echt geweldig vanwege dat Lego gedeelte. Maar voor de rest is het ook een phone met een hele goede camera, supersnelle processor, mooi scherm. LG is ook echt zo'n bedrijf wat helemaal van niks naar voren is gekomen. Ja, je ziet af en toe merken uit de andere industrieën, dus de koelkasten, de tv's, het heel goed doen op mobiel gebied. En op het moment dat ze dan het op mobiel gebied goed doen, dan trekt dat ook de rest van de business weer mee. En dan wordt het ineens toch wel meer een... Een topmerk, LG, een topmerk.